Laten we bij het begin beginnen. Het uh, een bedrijf dat jouw vader heeft opgericht, toch? Ja, klopt. In 1985 heeft hij een, uh, uh, eigenlijk meer een aannemersbedrijf opgericht. Dus ja. we hadden civiele kranen en vrachtwagens en de zandhandel was daar onderdeel van. Hm. Uh, en zo is dat dan in de loop van de jaren ja, eigenlijk uitgebreid. Toen kwam er een bodemsneringsbedrijf bij en een ja. projectontwikkelingsbureau. Toen had hij eigenlijk de hele keten. We hadden toen ook nog een vestiging in Zwolle en dan ja, in Noordhoek in Brabant, waar we nu nog steeds zitten. Ja. En dan uh, kocht hij eigenlijk met het projectontwikkelingsbureau vervuilde benzinepompen bijvoorbeeld op in die tijd. Dat zijn dan nu 1990 zo'n beetje, 1995. Ja. En dan met het bodemsaneringsbedrijf werd dat dan uh, gesaneerd. En dan met de zandhandel en het aannemsbedrijf werd er schone ja, ja. grond en zand weer aangebracht en dan werd het of weer ontwikkeld of het ging gewoon zo uh, werd het weer verkocht uh, dat heeft hij eigenlijk al die jaren gedaan tot het punt dat de ja, wet- en regelgeving hem te veel werd en hij toch gewoon liever uh, met zijn voeten in het zand zou uh, ja, zitten ja, ja. Zand. Dus dan heeft hij alles verkocht het projectontwikkelingsbureau en bodemzieningsbedrijven is toen uh, verkocht het is dus eigenlijk weer teruggegaan naar het zand. En Want hoe zo... groot was het bedrijf toen, toen niet het verkocht? Ja, ik was toen zelf nog heel jong, maar ik denk dat we een man of tien, vijftien in dienst hadden okay. toen. En we hadden dan een vestiging in Noordhoek en een vestiging in Zwolle. En ja, het milieu was toen heel erg opkomend. Dat was ja. wel, uh, uh, we hadden toen heel, het terrein stond vol met striptoren en zijn allemaal. Uh, zeg mij niks, wat is striptoren? Uh, ja, daarmee saneren ze dus de uh, grond, ah. dus vervelden. Ja, 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 ja. Uh, dus je zei tegen Pa, we gaan een webshop beginnen. Ja. Waar zei hij? Ik kan nog geen e-mail sturen. Nee. <laughs> nog en steeds 2012, niet. 2012, dus echt nog wel, dat is nu elf ja, jaar geleden. Dus ook ja. e-commerce was... Ja, was heel een, klein. Ja. Logistiek was moeilijk natuurlijk. Ja. Um, dus we hadden, als we een order kregen, hadden we echt stress. Dat duurde gemiddeld vijf dagen voordat wij ons zand... Uh, ja, bij die mensen kregen we hadden een lokale transporteur die voor ons dan die big bags kon uh, wegrijden, okay. en we hadden zelf natuurlijk nog onze eigen vrachtwagen voor losgestort. Maar ja, je kunt niet van Noordhoek van Brabant naar Groningen rijden met een vrachtzand. Hè. Dat, dat kan gewoon niet. Dus het was echt wel zoeken van hoe krijgen we nou die logistiek? Ja, want dat onder is wel controle. een dingetje. Want, want zeker als je B2C doet, want ik kon dan bij wijze van spreken ook gewoon, uh, ja, ik weet niet in wat voor een eenheden dat gaat, maar ik een kan kub? ook een zakje zand bestellen. Ja, een kuub. Een kuub, Dus een big maar dat is minimaal. Bag. Ja een kubus. Ja, of in, tegenwoordig hebben we dan ook halve kubus, maar geen, uh, geen 10 kilo of zo. Nee, 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 nee. nee, nee. oké, okay, een halve kubus heb je tegenwoordig ook. Maar goed, dat dat is, lekker als je e-commerce hebt en je verkoopt, uh, <coughs> weet ik veel, veertjes, ja. dat is een stuk makkelijker dan zand. Ja, kijk, DHL en <coughs> PostNL en alle reguliere logistieke partners die hoeven wij niet te bellen. Nee, dat, uh, nee. Dus hoe, hoe hoe, wat was het idee dan, hoe dat in te regelen? Ja, we begonnen in eerste instantie met de stenen. Wagen. Ja? Dus een bedrijf wat uh, vooral... De, en die nam dan af en toe een zakje voor ons mee. Ja, ja, want zo was het ook in het begin. Af en toe een bestelling. Af en toe een bestelling. Ja, niet te veel. Want we hadden de hele vijf dagen over om te regelen. Dus het <laughs> kon niet te veel zijn. Maar zij pa toen een paar keer van... Is dit wel een goed idee? Ja, dat dachten we ja. allebei wel. We hadden ook nog geen idee. Want dat, ik begreep niet hoe ik dat moest integreren in de website. <laughs> ah, geweldig. Hoe begin je in een bedrijf? <laughs> dat is dus eigenlijk gewoon houtje, touwtje, zelf... Aan de, aan de gang. Ja, gewoon proberen en bedenken van oké, okay, en ieder. Ja, we gingen eigenlijk van probleem naar probleem. Hè? Dus dat denk ik wel erg kenbaar. En dan los je het op en dan denk je, ja, dit moet beter. En dan, nou, eerst was dat dan ideal integreren. En dan vervolgens denk je, ja, die leeftijden zijn te lang. Het assortiment is te klein. Uh, we hebben andere partners nodig. En nou zo. Ja, rol je kijk, eigenlijk eh, uh, neem eens mee in de omzet van je begint zo'n compleet websiteje en je lanceert hem dan heb je dus over wat is het dan? Uh, ja, weet een paar ik van, duizend euro'tjes. Euro ja. En nu ja, nu zitten we op uh, een paar miljoen. Wat zijn nou de belangrijkste lessen of tips die je kan delen als er nu mensen zitten te kijken? En denken van joh, ik heb ook een product waarvan ik denk van hé, hey, daar valt heel veel nog te halen op e-commerce gebied. Um, Jij hebt het helemaal van scratch vanzelf opgebouwd. Wat zijn de belangrijkste lessen die jij geleerd hebt? Nou, bij, eigenlijk bijna die. Dus ik kan alles zelf, althans ik ben geen IT'er, dus nee. maar ik heb overal wel genoeg verstand van om met ze te kunnen praten. En het is natuurlijk een segment waarin je makkelijk kunt leeglopen. Als je een webshop wil laten bouwen en zeker van een beetje formaat, nou, trek je portemonnee uh, ja. uh, maar. En voor jullie zien er redelijk simpel uit, hè? Ja. Is die nog steeds helemaal door jou zelf ontwikkeld? Of, uh? Uh, nou, ondertussen zit wel een IT-bedrijf die uh, bepaalde functionaliteiten en dergelijke inbouwt. Ja. Uh, maar de look is denk ik nu een jaar. Heel of basic. Zes, zeven oud. Ja. Uh, ja. die voldoet eigenlijk prima voor, uh, ja. voor wat hij moet doen. Dus belangrijk dat je alle aspecten zelf snapt. Ja. Uh, zodat je niet leegloopt? Ja, dat, kijk, ik ben een groot fan van uh, uitbesteden. Alleen. Uh, ja, ik ben ook ben nogal groter fan is dat je wel begrijpt wat er gebeurt. Ja, want dan kun je de goede beslissing nemen wat je uitbesteedt of niet. Nou, precies, precies. En ik mm. zie gewoon te veel om me heen dat er heel snel wordt uitbesteed... zonder dat ze zelf eigenlijk de kern begrijpen van... Ja. nou, hoe zit nou eigenlijk zo'n webshop in elkaar? Of e-mailmarketing, hoe werkt zo'n programma nou eigenlijk? En kan ik het zelf ook? En dat je het dan vervolgens gaat uitbesteden, ja. oké. Okay. Maar dat je wel snapt van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Dat, uh, en zeker als het gaat om administratie, denk ik. Dan ben ik misschien nog wel een grotere... Fan van, en dat is bij ons echt in de, met de paplepel uh, ingehakt, zou ik bijna zeggen. En, met, en daarmee bedoel je met name dat je precies weet wat er aan gelden heen gaat ja. en hoe je, hoe je er als ondernemer voor staat. Ja, ik kan echt op een bierveeltje winst- en verliesrekening schrijven ja. voordat de boekhouder komt. En dat is echt van mijn vader erin geramd, zou ik bijna zeggen. Er zijn heel veel ondernemers die, dit zo die hier zo weinig over nadenken en dan in één keer erachter komen van oh. Het bedrijf is eigenlijk heel ziek of het bedrijf helemaal niet goed financieel, ja, of, of de boekhouder heeft een foutje gemaakt, ja. of uh, er is iets niet goed gegaan, of ik heb ik heb gewoon een Excel lijstje en ik maak voordat de kwartaal aangiftes komen maak ik zelf naar nou, bewijs voor ik om wie veel te winst en verliesrekening. Nou, dan zit ik echt geen. Uh, nee, die zitten die spot on Ja. <laughs> en als dat niet zo is, dan ga ik zoeken wie van de twee er nou uh, mis is. En vaak ben ik het niet. Echt serieus? Ja. Dat, uh... Te grappig. Hoe vindt de boekhouder jou als klant? <laughs> nou. Ik denk al een hele upgrade ten opzichte van een vader, want die was nog uh, strikter erin. Ja, ja. Um, nou, ik denk wel stiekem dat ze dat wel leuk vinden. Denk mm. ik wel, mm. dat, dat ze toch, dat je weet, uh, kijk, ik ben geen boekhouder, dus alle termen en dergelijke moet je me niet altijd uh, vragen, want dat weet ik niet. Maar mm. ik weet wel gewoon hoe het bedrijf in elkaar zit en, ja. en hoe de omzet loopt en wat voor investeringen we maken, wat voor kosten erin zitten. Dat weet ik wel gewoon. En, ja, dat zou je als boekhouder toch... Alleen maar willen. Hoe doe jij marketing? Hoe zorg je ervoor dat je doe je aan marketing? Ja, ja is dat allemaal, als, is dat echt CA, e-mail, dat soort dingen? Ja, e-mail is bij ons iets kleiner, want ik kan eigenlijk niemand verleiden tot een vrachtzand. Hè? Als je hem niet nodig hebt, is het echt wel ja. moeilijk om iemand te verleiden tot een vrachtzant. Uh, ja, precies zal ik een vrachtwagen laten ja. Kijk hoe blij je bent ja. morgen. Ja, dat klopt, ja. uh, het is uh, inderdaad, mensen hebben het nodig. Ja, en vaak zit het ook in projecten. Dus mensen doen één keer een tuin en die bestellen dan misschien wel drie keer, maar dat zit dan in een hele korte tijd in een, in een project. En daarna hoor je ze bij wijze van spreken tien jaar meer niet. Voor de Padebon vliegt dat iets anders. We zijn vrij groot als het gaat om sport. Uh, dus niet alleen padenboom, maar we leveren nu bijvoorbeeld heel veel zand voor padelbanen, dat tennisspelletje. Oh, ja, 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 ja. uh, we hebben zand voor kunstgras in te vegen. Dat gebeurt dan weer op hoekievelden en dergelijke. Dus in dat sportsegment zie je wel uh, Je de Boel banen doen we heel erg oh, veel. Grappig. Uh, maar verder zit e-mailmarketing, ja, dat heeft minder grote rol. Behalve dan voor die, voor die, voor die paardenbodems. Ja. Uh, maar verder is het inderdaad standaard regeltje Dus uh, linkbuilding, SEO. Nou ja, gewoon ja. zoals alle, alle, alle andere. E ja. Oh. ja, en voor de paardenbodems hebben we dan ook nog e-books. Daar hebben we echt een hele funnel die helemaal van A tot Z. Ja, heel goed in elkaar uh, zit, ja. dus van van blogs tot uh, e-books, waarin we helemaal uitleggen van, nou, hoe zit het nou eigenlijk met zo'n paardenbodem? Waar moet je op letten? Wat zijn de technische details daarvan? Um, objectief, dus niet naar onze producten toe, maar ja. gewoon zo zo werkt het, uh, tot aan dat mensen een handje van hun zand naar ons toe kunnen sturen en dat we daar een analyse van ja, maken. En zo trek je ze de funnel in. Doe je dat met ja. een bureau? Nee, allemaal zelf. Ja. En hoe leer je dat dan? Ook weer? Ook nou ja, eigenlijk... googelen hoe het moet? Of? Uh, nou, eigenlijk is het meer uh, uh, voordat ik aan de universiteit ging, op de hotelschool zitten. En daar leer je natuurlijk om nooit nee te zeggen. Dat is uh, denk ik uh, een wijze les die ik misschien wel. Uh, dus iedere keer als ik een klantvraag kreeg. Dan dacht ik, hmm, ik wil dat graag voor je oplossen. Maar we kunnen niet altijd als incident behandelen. Dus we moeten, het wel, we moeten er wel slimmer op worden. Dus heel veel mensen stuurden: Ik wil graag een paardenbak, maar ik weet niet hoe het moet. Hè, kort door de bocht. En dacht ik ja. En dan ging ik dat uitleggen op de mail. En werden dan hele lange mailtjes. En het kostte te veel tijd. En iedereen had net weer een andere dynamiek. En, to en toen heb ik op een dag dat e-boeken geschreven. Uh, en dan krijg je nog steeds wel vragen. Maar die zijn veel specifieker ingericht. Um, nou, toen op een dag dacht ik: als mensen nou een zand kunnen toesturen, dan is dat eigenlijk heel erg interessant voor twee partijen, want je werkt aan vertrouwen uh, en die gaat gelijk twee kanten ja. op. En we kunnen niet door heel Nederland gaan rijden om die bodems te gaan bekijken. Ja. Dat is te tijdintensief. Dus eigenlijk iedere keer als ik een vraag kreeg, dacht ik: oh, ik moet dat kwijt in mijn bedrijfsvoering. Ja, 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 ja. Um, en dat doe ik eigenlijk nog steeds zo met ook een ander segment. Dus ik verzamel die vragen en als ik dan denk: nou, nu komt het vaker voor, dan Iets dan in zit daar blijkbaar handel in, zeg maar, of ja. vragen in. En doe je dat zelf, doe je dat in je eentje dan, aan de keukentafel avonds of zo? Hoe, doe je dat toe? Hoe werkt dat denkproces? Nou, dat denkproces doe, gaat de hele dag door. Ja. <laughs> dat stopt nooit. Kan wel. Um, ja. En de uitvoering ervan wisselt. Dus soms, kijk, zo'n e-book moet ik zelf schrijven. Daar, daar ontkom ik niet aan. Dat is zo specifiek. Ik kan niet aan een tekstschrijver vragen, schrijf ja, voor mij een e-book ja, ja. over ja. badenbooms. Dat, ja. dat lukt niet. Uh, maar het meeste probeer ik wel uh, uit te besteden. tegenwoordig. zeker als het gaat om functionaliteit inbouwen ja. in de website en dergelijke. Ja. Ja. Dat, uh, ja, daar waag ik me allemaal niet meer uh, aan. Er zijn heel veel mensen, en daar dus kom jij niet over, maar ik moet ook wel heel veel mensen, die hebben het altijd druk. Weet je wel, te druk. Ja. En als ik dan luister en hoor wat jij allemaal doet, uh, heb jij nog een tip voor mensen hoe je toch hier rustig kan zitten en de tijd neemt om zo'n interview te doen? Terwijl als ik dit allemaal hoor, denk ik denk van, weet je, hoe, hoe, hoe regel jij je tijd? Ja, ik, ik vind juist dat ik het helemaal niet uh, druk heb. Je bent wel tijd over. Nou ja, weet ik niet. Ja, dus je kan gewoon een miljoenen e-commerce bedrijf draaien, uh, triathlons lopen, een beetje oefenen voor een alternatieve lst toch, en dan nog het gevoel hebben dat je het niet zo druk bent. <laughs> huh? Ja, schijnbaar. Maar vertel mij het geheim dan. En drie kinderen hebben. En, oh ja, die <laughs> vergeten we nog even. En, ja. en een man. En een man, ja. ja, ja maar die... dat hele pakket, wat is het geheim dan? Ja, ik weet het niet. Ik denk uh, druk is ook vaak iets wat een soort van staatssymbool heeft. Hè? Ik probeer daar er heel erg van weg te blijven. Als je maar denkt dat je het heel erg druk hebt, dan zijn we schijnbaar uh, belangrijk of iets. Uh, mm. uh, de tijd is aan mij. Kijk, ik werk zeven dagen. Uh, en ik, ik sport ook bij wijze van spreken zeven dagen. Ik, althans, ik sport geen zeven dagen, maar het loopt allemaal door elkaar heen. Hè? Ja. Dus een dag is gewoon een dag. Uh, en het is maar net hoe het komt, hoe, hoe, hoe zich dat inricht. Je zit er 24 uur in? Het zit 24 uur in. En, uh, en ik doe ook bewust tijd pakken om te gaan sporten. En om ja, de boel de boel te laten. En gewoon even iets anders te doen. Mm. En ik denk ook wel dat ik dat als ondernemer van sporten heb geleerd. Hè? Dat als ondernemer willen we heel graag heel veel pieken. Altijd maar pieken, Van de ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Moet altijd maar door. Terwijl in het sport, uh, zeker als je aan triathlon gaat doen. Of de langere triathlons. Dan leer je juist om in fases te werken. Opbouwen. Na een piekmoment te werken, maar daarna ook heel bewust af te bouwen. Nou ja. En ik probeer dat als ondernemer ook steeds meer te doen. Dus we hebben bepaalde projecten waar we aan werken, die ronden we af en daarna werken we een week minder minder. Dit goed voor elkaar. Ik hoop het. Mag je danken voor dit verhaal. Dank je wel. En uh, dank je wel voor het uh, kijken, uh, beste mensen, naar nou, dit prachtige verhaal van Melissa Bijens, uh, de Zandvrouw vanaf nu. Uh, en uh, ik denk een prachtig inspirerend uh, ondernemersverhaal, uh, zoals ik ze heel graag maak op cvd tv Dus zit je te kijken en je wil er nog meer zien, abonneer je dan. Zit je te luisteren uh, op een podcastkanaal, uh, ook daar kan je je abonneren. En laat ook eens een review achter wat je van dit soort gesprekken vindt. Vind ik super tof om te horen. Voor nu, dank je wel voor het kijken en voor het luisteren. Oi,